Structon Civiel werkt in opdracht van provincie Flevoland aan het ombouwen van de bestaande turborotonde bij het knooppunt Ganzenweg Knardijk. Op deze locatie ontstaat vaak file door verkeer tussen Harderwijk en Lelystad. Door het realiseren van een ongelijkvloerse kruising kan het verkeer tussen Lelystad en Harderwijk straks ongehinderd, vlot en veilig de polder in en uit. We staan hier bij de natuurvriendelijke oevers in het Harderbos. Dit project is de afgelopen tijd met hulp van Structon uitgevoerd. De provincie heeft bij de voorbereiding goed naar de omgeving gekeken en daarbij een aantal kansen gezien. Waaronder de natuur een plus te geven. Dus niet alleen de noodzakelijke fauna duiken en wildrasters te plaatsen, maar ook middels een Europese subsidie natuurvriendelijke oevers samen met natuurmonumenten aan te leggen bij de Hoge Dwarsvaart. We zijn heel blij met het project dat het zo voortvarend nu loopt. Het is in 5 deelgebieden eigenlijk opgeknipt, waarvan ongeveer de helft nu is opgeleverd en teruggegeven aan de natuur. En we verwachten dat medio volgend jaar, in 2022, eigenlijk de rest wordt opgeleverd en we klaar zijn met dit project.